Oh, kijk hier, dat bedoel ik. Hij heeft gewoon een dime body aan. Zo van, weet je, alsof het niets is. Even een dime body. Waarom niet? Yo, wat up, kijkers van mijn kanaal. Ik ben Dylan, oftewel de Rotjoch. En nee, mijn stem klinkt niet eens als Dylan, want ik ben Dylan ook niet. En dit is zo'n slechte intro om te doen als jij op een ander kanaal iemand komt doen. Je probeert, ja, maakt het jammer niet uit. In ieder geval, mensen, welkom bij deze video. Zoals jullie horen aan de stem, ik ben Dylan niet. Ik ben Duffy, Cosmo, Guido. Het is net misschien dat jij me onder een van die namen herkent. Ja, ik doe wel eens mee met Dylan natuurlijk in de video's. Lucky Block, Build Battle, Mindtopia. Dus daar zou je me misschien al van kunnen kennen. En nu denk je van, oké, Dylan, je mag nu wel eventjes gaan praten in de video, want nou vind ik het eng worden dat we alleen maar een Duffy horen. Dylan is er vandaag niet bij in de video, want Dylan die is ziek. Ik zag hem namelijk tweeten, hij is ziek en hij zei vandaag helaas maar één video, want ik ben ziek. Je hebt dan natuurlijk niet ingepland dat je twee video's hebt, wat dan ook, of je wilt de dag zelf erin opnemen. En je plant ook niet echt in om ziek te zijn. Dus ja, toen tweet hij van ik heb maar één video. En toen dacht ik van, nou weet je, als jij één video hebt, ik heb toch tijd over. Let's freaking go, laat ik je gewoon gaan helpen. Dus bij deze mensen, welkom bij deze video. We spelen de Blitz Survivor Games. Een soort van rip-off van de Hunger Games. Je moet kisten openen, items vinden, mensen weten te killen. En op die manier word je natuurlijk alleen maar sterker. Win je uiteindelijk de game en ben je fucking blij. Mocht je er dus zin in hebben en ja, mij en Dylan natuurlijk willen supporten, je kan natuurlijk altijd eventjes een like aanklikken. Bijvoorbeeld dank. Vergeet ook niet dan meteen eventjes te abonneren op Dylan zijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En je kan natuurlijk ook meteen eventjes abonneren op mijn kanaal. Linkje daarvan staat beneden in de beschrijving. Terwijl deze kerel net auto-armor had, leek het wel. Maar dat maakt helemaal niet uit, joh. Je bent dood, dus lekker voor je. Maar dat zag er niet helemaal legit uit. Maar goed, wat ik zei, hopelijk staat mijn kanaal dus in de beschrijving. Als niet Dylan, je bent dan echt een rotjoch en dat is echt gewoon niet chill gewoon. En zowel dan Dylan, wetenschap en we houden allemaal van je, we denken aan je. Zo, we hier ook flinke tikken hebben gekregen. Holy shit, maar ja, hij is dood, hij is dood. De bezopen Hollander, dus, kijk, dronken die man. En we kunnen door, hoppatee. Oké, het gaat vooralsnog lekker. Wat ik er trouwens bij moet zeggen, mensen. Op dit moment heeft Hypixel Triple Coins Weekend. Kortom, ik krijg drie keer het aantal coins dan normaal. Dus mocht jij zelf nou deze game ook spelen, maar misschien gekwit zijn wees, dus je hebt van ja, ik krijg zo weinig coins, weet je. Fuck die shit. Ga het nu nog even snel spelen dit weekend. Of de laatste paar uren. Want, hey, je krijgt gewoon drie keer het aantal coins. Als je een game wint, win je eigenlijk meteen drie games. En dat is gewoon best wel veel als je zo bedenkt. Dus ja. Hallo, kijken of we hem aankunnen. Hij doet zijn taunt. En kunnen wij jou nou zien te killen? Ik hoop het. Kom op, kom op. Ja, ja, ja. Dat is er weer een kill erbij voor het team Rotjoch. En wij kunnen, zie ik, een Iron Sword maken. En dat is wel heel ziek. Want dat is gewoon OP as fuck. Alleen wij kunnen niet een... we kunnen alleen niet... Oh shit, wij kunnen alleen niet hem nu gaan enchanten. Maar goed, maakt niet zo heel veel uit. We kunnen hem wel aankomen op. Ja, ja, ja. Lekker hoor. Lekker hoor, Duffy. Vooral lekker. Hoppatee. Ik kan nog wel eens een win gaan worden dit. Dat zou op zich best wel heel chill zijn als we nu gewoon nog de game weten te winnen ook. Want ja, ik wil natuurlijk ook gewoon die extra coins hebben. Het is niet alleen maar fun hebben. Je moet natuurlijk ook gewoon betaald worden in coins. Dus nou, vooralsnog. Gaat goed, gaat goed. Ik doe deze body aan, ziet er gewoon leuker uit. Oh, je hebt 11 AP. Oké, die ging niet helemaal goed. En jij was aan het laggen. Kom, jij moet dood. Kom maar, hoppatee, die is ook dood. Goed. Wat er nu eigenlijk gaat gebeuren is, wij gaan eigenlijk naar een damage toe. En deze persoon blijft waarschijnlijk toch continu rondrennen. Dat gebeurt zo over nu 10 secondjes. Dan word je in een ruimte gegooid als het ware. Waar je niet meer uit kan. En vanuit daar moet je gewoon met elkaar gaan vechten. En ja, degene die dan wint, die heeft gewoon gewonnen. Ze waren nog even snel protection weten binnen te slepen. Super chill. We eten even een stukje nog. We typen zometeen tand. Of je kan het ook met je kompas doen. Maar ik ben debiel met een kompas te slaan alles. Dus ik typ het altijd lekker. Wanneer je dit aan hebt staan, krijg je nog eens een keer extra coins voor een kill. Dus ja, wij gaan lekker als best om deze persoon nu te killen. Terwijl hij hier gewoon staat. En mag ik jou hit alsjeblieft? 1 hit. Kom op. En bam. We hebben gewonnen. GG. Zo win je gewoon een game hier in de Blitz 5 Games. We hebben totaal 6 kills gemaakt. En we krijgen er totaal 2000 coins voor. Dat is pittig veel. En mensen, ik zie jullie gewoon lekker in de volgende game. Goed mensen, dan ben ik weer in de map Winter. Kijk natuurlijk of wij hier ook een win van kunnen maken. De map Winter is een grotere map. Er zitten ook meerdere mensen in dan de vorige game. Een stuk of, wat is het, 6, 7, 8 mensen extra. Dus je hebt wat meer concurrentie. Maar zoals ik al zei, is het ook wat groter. Dus ja, weet je, je hebt ook wat meer ruimte. Alleen, ja, er is wel gewoon natuurlijk concurrentie. En eigenlijk elke kant die je op gaat rennen, rennen ook andere mensen heen. Dus dat is pittig lastig. We spelen wederom ook in een no-kit mode. Dus we moeten echt het hebben van de kisten. En ja, hopen dat we natuurlijk gewoon weer kunnen winnen. Dat zou gewoon super chill zijn. En wij vinden hier tenminste een wapen. Daar ben ik blij mee. En natuurlijk een body, maar dat spreekt voor zich. Ik was toch meer op zoek in dit geval meteen naar een wapen toe. Vinden meteen leggings erbij. Kijk, dit begint er meteen ergens op te lijken. Dit is gewoon, nou, dit kan nog wel eens wat gaan worden. Het enige wat we nodig hebben is nu een helm en schoenen. En op zich
Het kan eigenlijk alleen maar beter worden dan nog een beter wapentje te krijgen, betere body te krijgen. Maar vooralsnog, ik ben erg tevreden. Come on! Blzz. Oh, hoppatee. Nou, we hebben een volledig gear setje. Super chill. Niet het beste van het beste natuurlijk, maar voor het begin, zo snel in de game, dit al te hebben, dit is niet verkeerd. Mij ga je niet horen klagen. Toen, ja, tenzij ik doodga, dan ga ik natuurlijk klagen van, oh, zo niet eerlijk, man! Nee hoor, fuck dat. Even kijken, we zien hier iemand. Ik denk dat we maar gewoon meteen gaan hunten op kills, want dat is toch wat je wil. Je wil die kills maken, want met kills krijgen we die extra coins. En zoals ik zei, triple coins betekent gewoon zoveel mogelijk kills maken, want ja, voor één kill krijg je natuurlijk ook gewoon triple coins. Is die al geloot? Ja, oké. Okay. Deze kerel zit hier wel rustig voor mijn neus alles te looten, maar hij vindt niks beter, zodat iemand anders daar al zit te looten. Aha. Oké, in dit geval moet je de keuze maken door eigenlijk op degene te gaan die het meest stacked is. Ik heb helemaal niks geraakt, omdat die natuurlijk het moeilijkst down te krijgen is. Maar ja, weet je, in dit geval ga maar gewoon op jou, want het heeft geen zin, weet je. Ik kan rond blijven rennen, maar het had gewoon geen zin. Dus ja, haha, mis. Als ik hem weet te killen, heb ik nog betere gear en dat wil ik. Hoppatee, nice. Oké dan. Nu hebben wij een heel lekker gear setje. Bam, bam, bam. Het enige wat wij nu nog beter kunnen krijgen uit kisten in deze game is op dit moment een Iron Body. En anders zouden we echt de Blitzstar moeten vinden om daar nog beter mee te gaan worden. Dus vooralsnog, ik ben heel erg tevreden over dit gear. En we kunnen ook gaan trollen als we willen. We kunnen. Alleen, ik denk dat ik mezelf ermee in de vingers ga snijden. We gaan spelen vandaag met een Diamond Schep. Want je kan ook gewoon dingen craften als je dingen over hebt. Hoppatee, Diamond Schep. Deze is even sterk als een Wooden Sword op het moment. Dus wat dat betreft maakt het helemaal geen moer uit of ik nou een Wooden Sword gebruik. Of dat ik een Diamond Schep gebruik. Het werkt gewoon, dus ja. we gaan gewoon geloven in ons Diamond Scheppie. En we gaan gewoon de mensen hiermee proberen te killen. Ik weet niet waar deze van naartoe. Ah, die zit achter iemand aan. Ik wou zeggen, waar ren je heel de tijd heen, joh? Had ik eerder een pijl schieten? Nou, dat schiet echt niet zoveel meer op, hoor. Hoi. Kom op, ik wil jou killen met mijn schep, alsjeblieft. Je hebt een beter wapen dan mij. Yes. Oké, nou, eigenlijk moeten we nu meteen ons wapen in gaan ruilen voor een Stone Sword. Want die is gewoon beter. Maar, hey, het is gelukt. Een kill gemaakt met een Diamond Sword. Of een Diamond Shovel. Ik bedoel, doe dat maar eens na, mensen. Even kijken, gaan we meteen ook even enchanten. Want je moet natuurlijk jezelf sterker maken dan de rest. En als je dat kan doen door te gaan enchanten, hey, gewoon doen. Weet je, ik bedoel, het is belangrijk dat jij, heel egoïstisch in deze game, je speelt ook voor jezelf. Het is gewoon egoïstisch. Jij moet de beste zijn in de game. Jij moet zorgen voor de beste keer. En jij wil gewoon die game winnen. Klaar. Het is niet met, ach weet je, ik gun het jou. Nee, fuck dat. Fuck dat. Je wil gewoon winnen. Klaar. Dus daarom, ik doe gewoon meteen een chant als ik het kan. Want hey, je wordt gewoon zelf weer sterker ervan. Dat is gewoon fijn. We zien hier ergens iemand. Ja, rond het ijs zitten twee mensen achter elkaar aan. Misschien kan ik wel cleanen. Ja, zoals ik ook al zei net, weet je. Je moet gewoon zelf uiteindelijk winnen. Dus of je nou iemand cleant of wat dan ook. Je moet gewoon gaan. Je moet gewoon voor die kills gaan. Je moet gewoon de game winnen. Kom op. Oké, zit hij ergens hier binnen, denk ik? Ja, daar zitten ze al. Oké. Pam, pam, pam. Kom maar eens even hier, iemand. Oké, hij is rustig aan het looten. Dus dat ziet er behoorlijk rustig uit. Hij zit wel een beetje in de muur, maar het valt mee. En bam, wederom een kill. Nice. Oké. Oh, er ligt hier een gouden appel. Oh, wauw. Dat is wel OP. Dankjewel. Dan hebben we in ieder geval nog een gouden appel voor het geval als het bijna misgaat. Oeh, dit is wel heel gevaarlijk. Dit, zoals je hier in beeld ziet, dat iemand, puntje, 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 naam van de Blitzstar. Dat is dus de extra power-up in de game. Die zit in elke game na een bepaalde tijd, wordt die gereleased in een random kist. En als iemand die vindt, kan die best wel OP ervan worden. Hij kan nu zomaar zijn dat deze persoon nu een keer Diamond Gear aan heeft. Dus ik eet daarom ook alvast nu mijn gouden appel. Dat hier waarschijnlijk de confrontatie gaat komen. Nee, niet. Oh, kijk hier, dat bedoel ik. Hij heeft gewoon een Diamond Body aan. Zo van, weet je, alsof het niets is. Even een Diamond Body. Waarom niet? Kom op. Kom op, kom op. Oké, deze is down, deze is down, deze is down. Dan moet ik hem nog zien te killen. Oh, de deathmatch. Heb ik de Diamond Body? Nee. Oké. Ik ben hier enorm blij mee. De kans dat we hier namelijk net gingen verliezen was enorm groot. Doordat die kerel zo freaking gestackt is. Met zijn Diamond Body natuurlijk. Maar in dit geval hebben wij nu gewoon een kans om te winnen. Omdat deze kerel gewoon low is. Qua gear moet het ook haalbaar zijn. En bam. GG. Dat zijn gewoon twee wins in een row. 6 kills, een taunt kill en een win. Hoeveel coins krijgen we? We krijgen er maar liefst 2,5k. Nou, wel meer dan 2,5k. Holy freaking shit. Mensen van Dylan's kanaal, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Blitz Survivor Games. Voor deze soort van invalgasrol. Mocht je mij willen supporten, nogmaals, en Dylan willen supporten, vergeet niet eventjes te liken, vergeet niet eventjes te abonneren. Abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal. En mensen, misschien wel tot de volgende keer.